Minister Albert Ramdien van Bibis heeft vrijdag de Interministeriële Commissie voor Internationale Migratie geïnstalleerd. Deze commissie is aangesteld voor een periode van 2 jaar en heeft als voornaamste taak samenwerken met internationale en nationale partners voor migratie bij het opstellen en monitoren van het Nationaal Migratiebeleidsplan voor Suriname. Daarnaast heeft de commissie diverse verantwoordelijkheden, waaronder het formuleren van concrete adviezen en strategische prioriteiten rond internationale migratie, gebaseerd op mondiale trends en ontwikkelingen. Op het ministerie van Bibis heeft donderdag een officiële ontmoeting plaatsgevonden tussen de SDG-commissie en het SDG-platform. Minister Ramdien gaf hierbij aan dat beide groepen gedeelde doelen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de SDG's te halen. De minister zei dat integratie daarom belangrijk is, zodat het platform en de commissie bekend raken met elkaar. Beide partijen moeten komen met een werkplan. Van overheidswegen wordt getracht structuur te brengen in de monitoring en de evaluatie van de SDG. En onlangs werd in Guyana de 32e conferentie van de Caribbean Water and Wastewater Association gehouden. Op 24 en 25 oktober hebben minister Riyad Nur Mohammed en een delegatie van openbare werken deelgenomen aan de conferentie. Het is van belang dat de Caribische regio zich verenigt om cruciale uitdagingen aan te pakken op het gebied van waterbeheer. De conferentie is georganiseerd door de Caribbean Development Bank, de IDB en het milieuprogramma van de VN. Dit forum had als doel de Caribische naties bij elkaar te laten komen om uitdagingen te overwinnen en duurzaam waterbeheer te bevorderen.